Hi, ik ben smartphoneman Dominique en ik heb hier de gloednieuwe Samsung Galaxy Z Flip 6 in handen. De Galaxy Z Flip 6 is de nieuwe fliptelefoon van Samsung natuurlijk, een vouwbare smartphone die klein in je broekzak kan en dan een normaal toestel wordt als je hem openvouwt. Nou, het toestel heeft twee belangrijke upgrades gekregen en daar zal ik mij in deze preview vooral op richten. Maar voordat het zover is, even iets waar hij niet echt geüpgraded is. En dat is het ontwerp. Het is trouwens niet helemaal waar dat hij niet echt geüpgraded is, want hij is wat strakker geworden. Hij heeft een vernieuwd scharnier dat steviger moet zijn, dus dat is een mooie ontwikkeling. Um, maar het overal ontwerp van het toestel ziet er nog steeds heel erg hetzelfde uit als dat van vorig jaar. Inclusief het flexwindow op de buitenkant. En dat flexwindow, dat heeft nog steeds dat um, kinnetje erin. Nou, ik had het mooier gevonden als Samsung dat helemaal recht doorgetrokken had. Met wat kleinere randen, zoals je bijvoorbeeld bij Motorola ziet. Dat is niet het geval. Het FlexWindow is ook nog steeds uh, vooral bedoeld om als een soort van smartwatch-scherm te gebruiken. Dus er zitten allerlei widgets op. Je kan snelle berichtjes beantwoorden, ook met hulp van AI. Um, je kan wat beperkte dingen erop doen, maar je kan niet volledige applicaties erop draaien. Althans, dat kan wel met third-party applicaties, of als je een soort van experimentele modus aanzet, maar dat is niet de standaard. Um, nou ja, daar had ik misschien wat kleine upgrades gehoopt. Die zijn er niet. Maar de andere vlakken die wel echt geüpgraded zijn, die zijn zeker ook belangrijk. De eerste daarvan zijn de camera's. Je ziet het misschien al aan het ontwerp dat ze nu wat meer nadruk hebben gekregen. En dat komt omdat het ook betere camera's zijn geworden. De hoofdcamera van het toestel is een 50 megapixel camera, dezelfde als in de Samsung Galaxy S24. En de grote camera, dat is een 12 megapixel grote camera. Um, ja, en die nieuwe camera's moeten gewoon voor veel betere foto's zorgen. Dat was een punt waar de Z Flip 5 wel wat minder op scoorde. Dus dat is heel erg fijn. Nou, hij heeft natuurlijk ook wat AI-trucjes in de camera gekregen. Bijvoorbeeld, als je hem neerzet als een soort statief, dan kun je automatisch het zoomniveau laten kiezen door de telefoon. Dus als je um, nou ja, bijvoorbeeld een groepsfoto maakt, of zoals in de preview een breakdance artiest hebt. Ja, dan kun je uh, de telefoon automatisch laten kiezen welk zoomniveau het beste is. Er zitten ook wat meer AI beeldverwerkingsfuncties in, natuurlijk. Want AI is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van deze telefoon. Um, dus dat is een mooie vooruitgang. Nou, een andere mooie vooruitgang heeft met de prestaties en dan vooral de batterijprestaties te maken. Dit toestel heeft namelijk een Snapdragon 8 Gen 3 chipset. Dat is fijn. En die chipset die is voor het eerst in een fliptelefoon gekoppeld aan een vapor chamber voor koeling. Dat is ook nog eens een extra groot koelelement. Nou, dat is gekoppeld aan een 4000 mAh batterij, wat ook het grootste is ooit in een fliptelefoon van Samsung. En dat zou ervoor moeten zorgen dat de batterijprestaties van dit toestel echt significant beter zijn. Hij wordt ook minder warm, waardoor hij beter blijft presteren en ook de batterij daar minder uh, achteruit gaat. Ja, hoe dat in de praktijk zal zijn, dat kan ik je natuurlijk nog niet vertellen. Want ik heb het toestel net in handen gekregen. Kan je wel vertellen dat de prestaties gewoon erg goed zijn op het eerste gezicht. Maar ja, dat verwacht je ook van deze chipset. Maar dat Samsung die batterij serieus aangepakt heeft, dat vind ik zeker een grote vooruitgang. Los van die upgrades is dit um, nog steeds een z-flip telefoon zoals je die van Samsung um, ja, op zich wel mag verwachten. Hij draait natuurlijk op de One UI over Android 14 met Galaxy AI features, Galaxy AI 2.0 features zelfs. Dus er zijn wat nieuwe functies toegevoegd. Um, wat bijvoorbeeld leuk is in deze form factor is dat je kan vertalen en dan op het buitenschermpje de vertaling laat zien, op het binnenschermpje de uh, tekst zoals jij hem hebt. En dan kan je makkelijk in een conversatie met iemand die vertaalfunctie gebruiken. Ook het updatebeleid van de telefoon is heel erg goed. Hij krijgt 7 Android-upgrades en 7 jaar beveiligingsupdates. Hij heeft natuurlijk een mooi setje OLED-schermen zoals ik van Samsung gewend ben. Um, hij is dus heel erg snel door de chipset. Hij is luxe ontworpen. Hij is ook uh, waterbestendig. En het totaalplaatje van deze Z Flip 6 is daarmee indrukwekkend. Hij kost 1199 euro. Dus fors aan de prijs. Um, hij heeft wel een RAM-upgrade gehad ook tegenover vorig jaar. Dus dat is een mooie extra. En... Ja, de telefoon is zeker niet revolutionair, maar ik denk wel dat Samsung twee belangrijke pijnpunten, namelijk de batterij en de camera, heeft aangepakt en dat dit daarmee wel een hele interessante telefoon is voor als je naar een flip toestel op zoek bent.